Ik bevind me vandaag in Hartje Limburg, waar ik in een bosrijke omgeving kasteelbrouwerij Ter Dole ga bezoeken. Ik heb afgesproken met eigenares Mieke de Splenter en brouwmeester Hendrik, die me hartelijk ontvangen in het kasteel en de brouwerij. Hallo. Goedendag, kom binnen. Welkom op kasteelbrouwerij Ter Dole. We zitten hier in een oud buitenverblijf van de abte van Sint-Truiden. Vandaar de keuze om abdijbieren te gaan brouwen. We zijn nu 25 jaar bezig, waardoor dat we nu op het punt staan van 7 prachtige bieren te hebben. Binnenkort zelfs een 8e bier als feesteditie. De keuze voor abdijbieren is er gekomen omdat we net in het oude buitenverblijf zitten, in het kasteeldomein van de abte van Sint-Truiden. We hebben een mooie gamma dat helemaal op punt staat. Ik heb een jonge brouwer naast mij, op bureau jonge mensen in de horeca. We hebben een prachtig terras in de zomer, in de winter is het gezellig aan de open haard. Gezondheid. Proost. We hebben 7 verschillende bieren in ons gamma. Deze 6 zijn allemaal herkend abdijbier. We hebben een blonde, donkere, triple, kriek, armand en winter op fles. In chronologische volgorde. We zijn ooit begonnen in 1994 met onze blonde. En dan zijn door de jaren heen opeenvolgend de bieren erbij gekomen. Onze armand is een gedraaihopt aromatisch bier met lichte toetsen van citrus en is genoemd naar de vader van de eigenares, Armand de Splenter. De wit hebben we nog niet op fles. Dit is onze laatste toevoeging. Die werd in 2018 op de markt gebracht en is een licht bier van 5,1% en lichtkruidig. Na een korte toelichting over de oorsprong van het kasteel en kennis hebben mogen maken met de verschillende abdijbieren, neemt Hendrik me mee naar de technische kant van het brouwproces. Alles begint met de mout. Onze mout wordt aangeleverd vanuit de mouterij. We gebruiken gerstemout voornamelijk. En gerstemout is gerst die eerst wordt ontkiemd en na een aantal dagen wordt de ontkieming gestopt door de gerst te gaan drogen. Op die manier wordt er mout gemaakt. De mout komt toe in hele korrels. En wij gaan dan op de brouwerij de mout schroten. Schroten is een combinatie van malen en pletten. En we gaan eigenlijk de korrel tussen twee rollen doorduwen. En daardoor gaat die korrel openbarsten en wordt de zetmeelkorrel beter beschikbaar. Hier zie je de molen open. Normaal gezien is dat gesloten, maar ter demonstratie hebben we het open gedaan, zodat dat beter zichtbaar was. Wat wel moet heel blijven, en daarom malen we niet volledig, is het kaf. Het kaf gaan we achteraf tijdens brouwen gebruiken als filtratiemedium. En daarom is het heel belangrijk dat dat zo heel mogelijk blijft. Omdat als dat kleinere stukjes zijn, dan gaat de filtratie slechter lopen. Dus we willen de korrel zoveel mogelijk breken. Maar we willen het kaf heel houden. Hier zie je links het gemalen en rechts het ongemalen mout. Na het malen gaan we de mout toevoegen in de maïsketel samen met water. We gaan warm water mengen met mout. Dan gaan we beginnen aan het maïsje. Maïsje is het enzymatisch omzetten van zetmelen naar suikers. We gaan 2 verschillende soorten suikers vormen. We gaan vreesbare en onvreesbare suikers maken. Door op verschillende temperatuurstappen te werken, gaan verschillende enzymes actief zijn. En die enzymes zijn van nature aanwezig in de mout. We gaan die vreesbare nodig hebben om tijdens de gisting alcohol en CO2 te maken. En de onvergistbare suikers blijven achter en geven volmondigheid aan het bier. Na het maïsje gaan we overpompen naar de filterkuip. Bij het overpompen naar de filterkuip wordt het filterbed gevormd met het kaf wat we aan het begin bij het schroten heel gelaten hebben.
We laten eerst het beslag bezinken, waarna we het filtratieproces starten. We gaan de vaste delen scheiden van de vloeibare delen. Dus alle kaf en eiwitten en onopgeloste delen worden gescheiden van het wort. En het wort is het suikerwater, waar de suikers in zitten die we daar straks hebben omgezet. We gaan suikerwater terug overpompen naar de kookketel. En als we het volledig batch overgepompt hebben, dan gaan we het koken starten. Hier zie je het draf. En het draf wordt als veevoeder gebruikt. Dat zijn de overschotten van het beslag. Alle onopgeloste delen. Na het overpompen naar de kookketel wordt een staal genomen voor het meten van het suikergehalte. Omdat dit later in verband wordt gebracht met alcohol. Hoeveel te hoger het suikergehalte, hoeveel te hoger het alcoholgehalte achteraf. Bij het begin van het koken gaan we de eerste hopping toevoegen. We hebben twee soorten hoppings. De eerste hopping is de bitterhop. Tijdens de bitterhop worden voornamelijk bittere componenten gevormd. Dat komt doordat het lange koken de alfazuren gaat omzetten in isoalfazuren. Maar door dat lange koken worden ook alle aroma's afgebroken van de hop. Daarom voegen we op het einde van het koken nogmaals hop toe om de aromacomponenten te houden. Maar daar hebben we geen bitterfactor. Er kunnen ook nog tijdens het kookproces andere componenten, zoals suikers of kruiden, toegevoegd worden. Op dit moment zijn we het rode donker aan het maken. Bij het rode donker gebruiken we verschillende soorten suikers en karamel. Hier zien we het kookproces in actie, waar al de hop en de additieven zijn toegevoegd. Dit is de kookketel en na het koken gaan we ons wort, wat op smaak is gebracht met hop, overpompen naar gisting en lagering. Dat gaat eerst via de wortkoeler waar het nu in beeld komt. En de wortkoeler gaat eigenlijk met koud water het wort afkoelen naar 25 graden. En dan plaatsen we het zo op gistingtank. Aan het afgekoeld wort gaan we ook nog gist injecteren. En die gist gaat zorgen voor de vorming van alcohol en CO2. Tijdens de gisting worden ook nog aromatische componenten gevormd. Dat zijn bijproducten van de gisting en die zorgen voor de uiteindelijke smaak van het bier. Hier zien we de injectie van de gist. Deze wordt gerecupereerd van andere gisting. Nadat een tank is uitgegist, gaan we de gist daarvan recupereren om een volgende gisting op te starten. En zo werken we eigenlijk altijd met onze eigen Terdolle gist verder. Hier wordt nog een staal genomen voor het meten van het eindsuikergehalte. Dit moeten wij ook bijhouden voor douane en accijnzen. Na het filtreren van het staal wordt het gemeten via de Anton Paar. Wij noteren ook doorgaans het hele productieproces allemaal parameters voor de opvolging van onze kwaliteit. Dan gaan we 1 week gisten, 2 weken lageren. Na die 2 weken lageren gaan we filtratie doen. De eerste filtratiestap is centrifugatie. Dus onder centrifugale kracht worden de onopgeloste delen, zoals gisten en eiwitten, gescheiden van het bier en krijgen we een helder bier. Na een flashpasteurisatie gaan we het bier opslaan op de helder biertank. En op de helder biertank gaan we ofwel suiker en gist doseren voor hergisting op fles. Dit zijn zeer kleine hoeveelheden om een tweede hergisting op de fles te creëren, zodat ons bier beschermd is en dat we ook CO2 voldoende krijgen in de fles. Ofwel gaan we CO2 bijdoseren voor saturatie en dan vullen we ze op vat af. Dit is onze nieuwe labelaar en hier worden de labels aangebracht. Dit is een etiketteermachine met zelfklevende labels, waardoor we een hoge flexibiliteit en mooi resultaat creëren. Nadat het bier 2 weken in de warme kamer heeft vergist, mag het uit de warme kamer. En dan gaan we elk bier degusteren. Elk batch wat op Terdolle gemaakt wordt, wordt gecontroleerd op kwaliteit door middel van degustatie. Gezondheid.